De week is pas echt voorbij als hij gesproken heeft. Hier is hij, Pieter Derks. Dankjewel. Ja, toch nog even de loting. Spanje, eerste wedstrijd. Ik ben eerlijk gezegd blij dat we er überhaupt nog bij zitten. Gezien de manier waarop die loting ging, die balletjes gingen van het ene potje naar het andere potje. Er werden potjes doormidden gedeeld. Er werden potjes voor de loting alsnog in een ander potje geloot. Ik was bang dat Andorra via balletje alsnog gekwalificeerd zou worden. Dus ik ben heel blij dat we erbij zijn. Er zijn stadions in Brazilië die nog niet eens gekwalificeerd zijn. Dus ik denk dat we blij mogen zijn dat we mee mogen doen. Het gaat nog lang niet goed daar. Er is nog een heleboel commotie rond die bouw van die stadions. Romario is bijvoorbeeld ook tegen het WK. Die zegt laten we ziekenhuizen bouwen in plaats van stadions. Dat is een goed punt, alleen nou ja, dan zegt de FIFA natuurlijk, ja, dat is gewoon niet praktisch. Weet je, een WK-finale in een operatiekamer, dat is gewoon heel ingewikkeld, er kunnen heel weinig mensen bij. En je moet andere maatregelen gaan nemen, ook het kan alleen binnen de bezoekuren plaatsvinden dan. En je krijgt ook andere manier van zwalbes natuurlijk. Dan moet je elke keer de wedstrijd stilleggen omdat Cristiano Ronaldo naar de eerste hulp is gelopen. Van zuster, ik heb pijn aan mijn been, denkt u dat het een gele kaart is? Dus dat zie je, dat die FIFA dan meteen dat soort dingen van tafel veegt. Want het is ongelooflijk wat die FIFA zich toe-eigent eigenlijk. Deze week hebben ze Brazilië opgeroepen niet te gaan demonstreren tijdens het WK. Tegen de misstanden. We zagen natuurlijk ook dat gênante moment rond die herdenking van Mandela. Ik denk dat Sepp Blatter toch dacht van, nou ja, weet je, als Prins Bernhard zich met de IVD kan bemoeien, dan kan ik me ook wel met de democratie in Brazilië bemoeien. Want dat viel deze week natuurlijk ook nog op. Dat hele de Roy van Zuiderwijn akkefietje. Hoe Rutte dat onder het tapijt probeerde te vegen vooral. Ik vond het heel raar. Ten eerste is de vraag natuurlijk, wat was het gevaar van de Roy van Zuiderwijn? Waarom was hij gevaarlijk? Ik heb hem tot nu toe alleen op tv gezien zijn hondje uitlaten. Maar weet je wel, kijk, als zijn vader bijvoorbeeld aan een dictatoriaal regime ergens in Zuid-Amerika had meegewerkt. Of hij had steekpenningen van een Amerikaanse vliegtuigbouwer aangenomen. Of hij was op olifantenjacht geweest. Weet je wel, dan had ik nog begrepen dat je het even checkt. Maar ik heb hem alleen zijn hondje uitzien laten. En bovendien de enige check wat Rutte zei. Er is maar 2 dagen onderzoek gedaan. En het enige wat we gedaan hebben is bij de Kamer voor Koophandel zijn gegevens nagetrokken. Betekent dus dat onze inlichtingendienst 2 dagen bezig is geweest om een uittreksel te downloaden. Dat is 1. En ten tweede, het is, wat heb je dan gedaan? Wat is dat dan voor onderzoek? Alleen kijken of hij een bedrijf in vaccinelichthoudertjes heeft en dan weer verder. Ik hoop niet dat al onze mogelijke tegenstanders op deze manier gescout worden. Ik hoop niet dat Louis van Gaal straks bij dat WK zegt, nou jongens, ik heb de IVD even naar Spanje laten kijken. Ze spelen met een VOF en een eenmanszaak op het middenveld. Staat VBV's in de spits en pas op voor die hangende stichting van links. Goed weekend. Dankjewel.